Ik sta hier in Rotterdam voor het stadhuis. Abu Talib heeft de macht overgenomen hier. Zitten de Marokkanen in Rotterdam eigenlijk wat te wachten op een Berbische burgervader? Want ik weet het niet. Ben jij blij met Abu Talib als burgemeester? Ja en niet. Nou, is wel goed. Ja, vind je het goed? Ja. Hij is dorpsgenoot. Van dezelfde stam. Ja, maak je wel iets trotser. Ja, serieus? Ik maak je wel iets trotser. Heb je hier niks te zoeken aan met? Nee? Wij willen Rotterdammers, we willen geen Amsterdammers. Geen Amsterdammers? Nee, man. Ik weet niet wie Talib is. Ook mijn moeder is dood, ik ken hem niet. Ken je niet? Ik vind het een positieve zaak dat Marokkaan als burgemeester van Rotterdam kan worden. Ja, ik vind het wel goed. Ja? Het is een voorbeeldfunctie voor vele Marokkanen. Het is zelfs burgemeester van Rotterdam kan je worden als Marokkaan zijnde. Ik vind hem niks. Vind je hem niks? Nee, is geen voorbeeld van mij. En jij, ben jij trots op dat hij burgemeester wordt? Nee. Ook niet? Je denkt niet zo van, nou, hij is mijn grote voorbeeld, nee. Burgemeester van Rotterdam. Geen familie toch, waarom moet ik trots op hem zijn? Ik vind hem geen goede burgemeester. Hoezo? Bij Marokkaan praat hij zo en bij Hollands praat hij zo. Die tactiek van hem is niet lauw. Een beetje zigzag. Ja, beetje zigzag, ja. Eerst staat hij aan onze kant en dan is hij weer aan die kant. Dan ik, laat ik het zo zeggen, als een Marokkaan een beetje het maakt in Nederland, wordt hij een beetje gezien als een Nederlander. Ja? Denk je dat de Marokkanen voordeel aan hebben dat hij burgemeester is geworden? Nee, juist niet. Niet? Nadeel denk ik, het is alleen maar voordeel van Nederland. Ja, serieus? Ja, natuurlijk. Je bent hier Marokkaan, maar ook Nederland. Als burgemeester is Nederland, is burgemeester is Nederland. Het is geen Marokkaan. 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 Jullie hebben je hemmers deel islam en dan ga je houden maar. Wat gaat er gebeuren? Dus hij, niet dat hij, als hij komt dat het dan iets, dat het beter met jou gaat ofzo? Wat gaat er gebeuren, wat gaat er beter aan mij? Niks? Natuurlijk niet. Wat is hij, God? Mocht dat je liever een Hollander had of een Marokkaan als burgemeester? Nee, dat maakt toch niet uit? Nee, je moet even een voorkeurtje uitspreken. Een voorkeur? Ja. Ik heb geen voorkeurs. Helemaal niks? Nee, helemaal Turek, niet. Turk, Antilliaan? Ook niet. Als Chinees? Nee, ik denk niet in hokjes. Ja? Weet je waarom? Elke mens denkt in hokjes. Begrijp je? Ik zeg maar, als ik samen met Geeltje Wereld op een eiland, omdat ik Marokkaan ben, op een eiland zou ik zitten, op een omwoonde eiland, dan moet hij toch met mij doen. Ja, toch? Ja, ik kan wel lachen, maar die is wel zo, toch? Daar wil ik niet over nadenken, vriend. Nee, maar... Wat nee, zeg nee, je nee, mijn... Nee. Ah, nee. Nee, waar gaan we... Nee, je hebt helemaal dag geruineerd. Nee, het wil ons alleen op een eiland, sorry. Heb je voor mij een lekkere Marokkaanse thee? Ja. Ja? Nou, Abu Talib, de oude Rotterdammers. Die heb je wel een beetje, dat zit wel snor. Maar die jongere generatie, daar moet je toch even hard gaan werken, jongen. Want dat klikt niet zo. En hoe dat komt, dat weet ik niet.